In de laatste video over kamperen in Lunteren vertelden wij onze vakantieplannen. We vertelden daar dat ik met een speciaal projectje bezig was en dat ik daar later op terug zou komen. En dat alles komt in deze video aan bod. 2 jaar geleden is bij mij het idee ontstaan om met de brom op vakantie te gaan. Dit idee bleef tot de plank liggen omdat in de hele wereld corona was uitgebroken. Nu 2 jaar later is het bijna zover dat wat ik in eerste instantie wilde nu toch wel heel dichtbij kwam. In eerste instantie wilde ik graag 3 weken weg en lekker toeren door Europa. Maar daar werd Florence niet echt heel blij van en zo paste ik mijn plan aan na 2 weken. Het idee zou dan zijn dat ik even op en neer zou rijden naar de Middellandse Zee. Maar ja, mensen, dat plan sprak Florence ook erg aan. Maar ja, met z'n 2 op zo'n apparaat, dat is echt niet te doen. We zouden denk ik niet eens de berg overkomen. Maar goed, misschien was het iets ambitieus. En moest ik gewoon bij de baas beginnen. Dus het laatste voorstel was om 1 week lang door Nederland te gaan toeren. En de alle bijzondere plekjes van Nederland te laten zien. Dus ik had nu een serieus plan. In mijn enthousiasme nam ik contact op met Ries. Ries is trouwens mijn neef die is gek op alles wat met scooters en brommers te maken heeft. En zo vertelde ik mijn idee dat gepland stond in het voorjaar. Maar mijn plan kreeg plots een fantastische wending. Ries kwam met een bestemming waar ik zelf nog niet aan gedacht had. En die bestemming gaan we nu aan jullie vertellen. Jongens, hij is eindelijk gearriveerd. De Gideon is er en we gaan het maar even bekendmaken. Dat dacht ik ook, ja. Dan gaan we naartoe. We gaan met z'n tweeën op de scooter, op met de brommer, het avontuur aan. We gaan een roadtrip maken. We gaan naar Londen. We gaan helemaal naar Londen. Ja, ongelooflijk. Met z'n tweeën naar Engeland. Ja, hij op de Honda DAX en ik op de... E-koeten. E-koeten, ja. Ja, geweldig, ja, man. Ja, dat wordt inderdaad een avontuur. Ja. Hij heeft ook inmiddels op zolder liggen, een tentje. En we zijn vandaag hier bij Café de Pompier in Woerden om eventjes de laatste dingen met elkaar te bespreken. Wat we precies allemaal mee gaan nemen. Ja, te laten voorbereiden. Zodat we niet dubbele spullen meenemen. Ja. Wij zijn klaar met onze voorbereidingen en ik moet zeggen, veel besproken, heel veel besproken, of niet? Kan je wel zeggen, ja. Ja. Heel veel besproken, ja. Ja. Had ik niet verwacht. Nee, ik ook niet. Nee, we hebben genoeg dingen opgeschreven om mee te nemen en ik denk dat het nu al een mooie tijd is om weer terug te gaan richting Elst. Voor het 8 uur journaal zijn we weer thuis. Nou, Ries gaat terug naar Leiden toe, ik daar terug naar Elst. En goed, het is ongeveer zo'n kleine 54 kilometer rijden. En voor jou was het? 37. 37, ja. Ik doe er ongeveer 1,5 uur over. Ik denk 3 uurtje, denk ik. Ja. En dan wens ik jullie alvast een hele fijne dag. En wanneer deze online komt, dan zijn we denk ik onderweg, denk ik, of niet? Ja, bij mij, ja. Ja. We gaan in ieder geval 23 mei vertrekken wij. En we komen dan na 6 dagen komen we weer helemaal afgepeigerd, komen we terug. En ik hoop dat het een heel mooi verhaal om aan jullie te laten zien. Bij deze zeg ik een hele fijne dag nog en tot de volgende.